De dag van nationale rouw gisteren is afgesloten met kransleggingen bij het monument van de gevallenen aan de waterkant. De activiteit was het climax van een dag die begon met het halfstok hijsen van de Surinaamse vlag in de stad en binnenland en eindigde met kranslegging bij en het leggen van bloemen rond het monument. De dag van nationale rouw is het initiatief van het comité slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. President Desi Bouterse, Ronnie Brunswijk, de twee die tegenover elkaar stonden in de Binnenlandse Oorlog, de inheemse en Maron dorpskapitein Gunther en Finissi en hun vriend Jeru en Sandeu Hira, respectievelijk voorzitter en initiatiefnemer van het comité, legden de kransen. Ook werden de namen van ruim 200 personen die zijn omgekomen door politiek geweld voorgelezen. Volgens comitévoorzitter Jeru willen de initiatiefnemers met de dag van nationale rouw een nieuwe traditie beginnen. We leren daardoor om geluk en blijdschap met elkaar te delen. Met deze traditie willen we elkaar leren dat we niet alleen samen kunnen feesten. We leren dat we niet alleen blijdschap, maar ook verdriet met elkaar kunnen delen. Door samen te rouwen geven we elkaar steun in moeilijke dagen als we denken aan onze geliefden die we missen. Ons motto is daarom, als we samen kunnen feesten, moeten we ook samen kunnen rouwen. Als je iemand verliest door ouderdom of door ziekte, dan is het moeilijk, maar uiteindelijk accepteer je dat. Het verlies is niet door mensen veroorzaakt. Het was niet te voorkomen, maar als mensen sterven door geweld van andere mensen, dan is dat heel moeilijk te accepteren door nabestaanden. President Desi Bouterse sprak zijn waardering uit over het initiatief tot de dag van nationale rouw. De eerste stap die nu zal moeten worden gezet is verzoening, zegt het staatshoofd. En het is goed om zaken met dat strategisch doel voor ogen ook open aan elkaar te kunnen zetten. Met elkaar te kunnen delen. Uit het dialoog zullen wij zullen moeten gaan naar waarheidsvinding. En de waarheidsvinding, gezamenlijk bekeken, gelooft u me, dat er dan zal zijn van een stevastige verzoening. En dat zal, en aan deze basis zal moeten liggen. Hetzelfde concept te aanzien waarmee we bezig zijn. En dan zijn we inderdaad in staat om haat om te laten slaan in liefde. En als we eenmaal de liefde samen hebben bereikt, gelooft u me dat we dan tot grotere hoogte zullen reizen. Ik dank u ieder nogmaals en u beiden in het bijzonder. En ik wil u hier ook een stevige brasa komen geven. President Desi Bouterse. Hij sprak gisteren bij het monument voor gevallenen van de Binnenlandse Oorlog in verband met de dag van nationale rouw. Deze dag is op initiatief van het comité slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld gehouden en is ondersteund en afgekondigd door de regering.